Hoi, ik ben Linda Harmsen en ik ben inmiddels al 18 jaar samen met Misha. Samen hebben wij een geweldig zoontje Lucas van 2,5 en wij gaan dit jaar verbouwen. Waar moet je op letten? Wat zijn de eerste stappen die je neemt? Om eerlijk te zijn, ik heb geen idee, maar ik ga alles voor jullie vastleggen. Jullie kunnen meekijken naar ons verbouwingsproces en gedurende de weg zal ik vast wat tips voor jullie tegenkomen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te kijken en we gaan er wat van bouwen. Het leek mij heel erg leuk om dat vast te leggen. Niet alleen voor mezelf om het later terug te zien, maar ook voor jullie. En ik ben wat dingetjes tegengekomen die misschien wel of niet zo handig waren. Dus het leek me wel leuk om een video op te nemen waarin ik jullie ook wat tips geef. En jullie kunnen ook ondertussen gezellig meekijken naar mijn verbouwing. Misschien gaan jullie zelf helemaal niet verbouwen. Vind je het gewoon leuk om te volgen? Ik hoop dat jullie plezier hebben aan deze video. Wij gaan meerdere dingen verbouwen. Wij gaan beginnen met de vloer. Daar komt vloerverwarming in. Wij krijgen een nieuwe PVC-vloer. Die gaat mijn man met zijn vader zelf leggen. Wij krijgen een nieuwe keuken met een mooie grote koelkast. En wij gaan de badkamer en de toilet laten doen. Die badkamer en toilet komen pas in november, dus dat duurt nog eventjes. Maar wij zijn wel al begonnen met die vloer. Inmiddels ligt de vloerverwarming en ligt de vloer er. Dus ik ga jullie even meenemen door dat proces heen. En ik heb meteen al wat tips voor jullie. Nou, allereerst hebben we natuurlijk de keuken zoals die was. Daar hadden wij een barretje in staan. Maar die bar die wilden wij weg hebben. Daar moest ook een vloer komen te liggen. Onze keuken was nu L-vormig. En dan had je aan één muur een verwarming. Doordat wij natuurlijk voor de vloerverwarming gaan, kon het nu een U-vorm worden, omdat die verwarming wegging. Dus dat barretje die als het ware een soort afsluiting maakte tussen de keuken, die was niet meer nodig. En dit is nu de bar. De krukken die worden opgehaald vanavond. En deze bar die wordt over 2 weekjes opgehaald. Dus dan gaat die van de muur af. Oh, ik ben wel heel benieuwd hoor. Er staan heel veel spullen in, die moeten we nog opruimen. En de keuken, ja, ik zal hem even laten zien. Het is een beetje een rommeltje. Daar ligt een theedoek omdat de vaatwasser lek is. Dus het is voor ons wel heel fijn als alles het weer doet. De oven gaat naar mijn moeder. En dit is een combi-magnetron waar alleen de magnetron het nog van doet. Dus die doen we wel weg. Daaronder de warmhoutlaad, die wil ik mat zwart gaan maken. Want die zou ik ontzettend missen als we die niet meer zouden hebben. Maar IKEA verkoopt die niet meer. Dus die komt in de nieuwe keuken erin. Ja, en het is nu een L-vorm met dus de bar. Maar de verwarming gaat weg die daar zit, omdat we vloerverwarming krijgen. Dus nu wordt het een U-keuken. Dus ik ben super benieuwd. Het lijkt me wel heerlijk dat het dan gewoon open is zonder die bar, zeg maar. We hebben geen onderbreking meer richting de huiskamer. Superleuk. We hebben nu in de gang al alles voor de vloer opgeslagen. Dit zijn van die, ja, ik weet niet hoe dat heet. Want dat komt eronder in ieder geval. Nou, en hier staat alle vloer. Het is PVC en er zit een soort, ja, zo zie je denk ik wel, er zit ook echt een groef in. Hij voelt ook echt wat stugger. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat staan. We hebben nu natuurlijk een super donkere vloer. Dus het gaat een wereld van verschil zijn. Oh, zoveel zin in, jongens. Oh, ik zou willen dat het er al lag, maar goed. Dus we gaan natuurlijk eerst de vloerverwarming frezen en dan pas kan dit erop. Nou, inmiddels is de bar gisteren opgehaald. Het ziet er zo gek uit. Het is echt kaal. Kijk, het is wel meteen super groot. Mooie doorloop zo. Het wordt, zoals ik al in het begin volgens mij zei, wordt het een U-keuken. Dus hier komt ook nog werkblad en hier komt een koelkast. Nu komt hij wel wat minder ver dan de bar, geloof ik. Dus volgens mij een beetje tot hier ongeveer. En je blijft natuurlijk wel die vrije doorloop houden. Ik vind het echt super fijn. Wat een ruimte. Het ziet er nu wel heel gek uit, moet ik zeggen. Net alsof het allemaal niet, ja, is het ook niet, maar of het echt niet compleet is. Ik heb ook het idee dat het meer echoot. Ik ben die muur nu aan het witten, want die was ooit bruin. En waar de bar weg is, daar zat nog echt zo'n heel bruin stuk op de muur. Dus daar ben ik nu een beetje mee bezig om dat een beetje, ja, redelijk wit te krijgen. De stofzuiger verplaatsen we ook nog, maar volgens mij heb ik dat al verteld. Maar dat doen we als de koelkast er staat, want dan wil ik hem er zo dicht mogelijk bij hebben. Er zitten ook nog een paar gaatjes in de muur waar de bar aan vast zat. Maar misschien dat daar precies de koelkast en alles voorkomt. Dus ik wacht even met dat opvullen en dat soort dingen. Eerst even kijken hoe het allemaal uit gaat komen. Als ik het zo zie is die aardig wit. Ik zie nog een paar van die donkere plekjes. Hier zie ik ook nog wat donkers. Ik weet niet of de
Of hij het oppakt. Ja, volgens mij zie je het wel. Je ziet hier nog bruine puntjes door en hier nog bruine puntjes. Dus daar moet ik nog even mee aan de slag. Het is heel lastig, kijk, omdat het structuur is, zie je. Nu moet ik zeggen, heel onze muur is wel zo hoor. Dus het hoeft niet helemaal perfect. Ik merkte ook net toen ik gewit had dat je overal streken zag tot waar ik geweest ben. Dus ik ben hem nu een beetje aan het uitvagen als het ware, zodat het niet te opvallend is dat ik alleen één stukje geverfd heb. Nou ja, we hebben dus de bar verkocht, ik heb de krukjes verkocht, dus dat was allemaal weg. Dat moest gewoon aan de kant, dat moest gewoon weg zijn voordat we die vloer gingen doen. Toen zijn we het laminaat gaan verwijderen en dat was al een beetje gekkig, moet ik zeggen. Al het laminaat eruit, heel je huis ziet er al anders uit. Ik moet zeggen dat ik het echt pittig vond en dat ik me er echt op verkeken heb hoor. We moesten natuurlijk alle meubels uit de kamer hebben. Die stonden allemaal op alle slaapkamers, in de schuur. Ik vond het echt wel pittig, want ook je slaapkamer is niet meer het rustige wat het normaal is. Want je ziet dat ik hier film, er is hier veel leegte, ik hou van rust. Maar het stond helemaal vol om het bed heen met stapels kussens en salontafel en weet ik het allemaal. Ik moet zeggen dat ik dat echt wel heftig vond. Ook als je thuis komt, je had geen plek om op de bank neer te ploffen. Je moest meteen hup naar boven in die rommelige slaapkamer op je bed tv kijken. En ik vond het een dingetje, zeker met een tweejarige. Maar goed, alles is leeggehaald en de vloerverwarming kon gefreesd worden. Dat was best pittig werk. Nou, Rebel, ga maar eens kijken. Dat is gek. Is daar je speelgoed weer? Heb je je speelgoed gemist? Ja. Speel met mij. De vloerverwarming zit erin. Alle buizen lopen over de grond. In de gleuven. Oh, ik ben wel blij als we alles weer kunnen inrichten hoor, hier. Kijk, de verwarmingen zijn eraf, dus ik moet de muur met structuur maken en mooi wit maken. Daar is ook een verwarming weg. En in de keuken ook. Oh, wat bizar. We hebben even alles weggehaald, alles is stoffig geworden. Ik praat een beetje zacht hoor, want Luc slaapt. Ja, dit heeft wel een doekje nodig allemaal. Ik heb dus even heel stiekem een heel klein stukje gefilmd. Lucas vond het wel interessant. Ja, wij hebben daar meteen een dingetje mee gehad. Wij hebben namelijk de vloer laten frezen op een vrijdag. Dat is Misha's thuiswerkdag, is dus makkelijk. Hij is dan al thuis. Het is vaak voor hem wel iets rustiger op werk. Dus als iemand vragen heeft, heeft hij even tijd om te antwoorden. Maar we hebben er niet over nagedacht dat het dichtsmeren van de vloer vaak de volgende dag gebeurt door een ander bedrijf. In dit geval dus ook. Alleen doen ze dat natuurlijk niet in het weekend. Dus op vrijdag is er gefreesd en op maandag kwam pas iemand de vloer afsmeren. Nu hebben we dat wel nuttig besteed, omdat de muren gewit moesten worden. Dus ik ben wel die muren gaan witten. Maar we hebben dus eigenlijk een paar dagen langer boven moeten bivakeren, omdat we dus de vrijdag hadden uitgekozen. Dus dat is meteen een tip voor jou. Check het. Als het niet op dezelfde dag dichtgesmeerd wordt, zorg alsjeblieft voor dat je een door de weekse dag kiest, zodat het meteen de dag daarna geregeld wordt. Want na het afsmeren moet het ook nog uitharden. Dus je bent er nog niet als het eenmaal dichtgesmeerd is. Maar goed, zoals ik net zei, heb ik dus die tijd nuttig besteed en ben ik gaan verven. En Lucas vond het ook wel grappig om lekker een beetje, ja, lekker in, op die vloer rond te lopen. Hij vond het wel grappig, al die leidingjes erin. Het werd meteen een soort weggetje, een soort treinspoor in zijn hoofd volgens mij. Er stonden overal files met auto's.
Ik heb wat kleine beeldjes, dus die laat ik jullie ook even zien. Dan heb je een beetje een idee van hoe dat ging die dagen. Nou, we zijn even beneden, hè, Rebel. Wat is dat nou allemaal? Gelukkig is Rebel altijd heel relaxed, maar wel uit te doen. Nou, en hier staan al allemaal auto's, zoals jullie zien. Hier is een hele file al ontstaan. En wat heb je nu dan, Lucas? Nee. Wat heb je dan? Brandweerauto. Hoe vind je het in het huis? Is het gek allemaal? Wat ga je doen? Oh, dat is allemaal interessant, hè? Allemaal wegen zijn dit. Oeps. Gaan we die doen? Ja. Kijk, mama is aan het filmen. Zie je dat? Je brandweerauto in beeld. Zie je dat? Ik zou het zo doen. Schermpje, kan je zelf zien. Nee, moet je niet aan zitten. Leuk, hè? Ga je dingen laten zien? Dat is je auto, hè? Kom eens, Lucas. Kom. Kom. Kom, kom naar papa. Hou papa vast. Zo, ook niet tegen de muur heen. Die zo. Ik niet de handen aanraken. Het is nat. Goed zo. Ja, mijn ballen. Dankjewel. Goed zo, goed, jongen. Lucas. Ja. Mooi. Dankjewel. Pak een beetje verf doen. Pak een beetje verf op. Kom op. Kom. Kom, gaan we weer. Lucas, gaan we weer. Lucas. Okay. Doe maar. Ja, goed zo. Goed zo, jongen. Goed hoor. Ja. Goed gedaan, Luc. Klappen. Doe eens klappen. Je hebt het goed gedaan, Box. Mama Box. Lucas Box. Hallo. Ja, varken. Hallo, geef ze Box. 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 Hey. Je raadt in de spraat zo. Box. Box. Ik wil een Box. Haha, toch. Nou, en op een gegeven moment is dus die vloer afgesmeerd. Dat duurt dan weer even voordat het droog is. Ik geloof ook een dag of twee. Dus ook weer iedere keer boven zitten. Zoals ik net zei, ik vond het echt pittig. Zeker met een tweejarige. Hij vond het in het begin heel leuk. Lekker op bed tv kijken bij papa en mama. Maar je merkte al snel dat hij zoiets had van... Ik wil die huiskamer in. Ik wil mijn vertrouwde spulletjes. Hij stond op een gegeven moment in de... kale, lege huiskamer te huilen. Een beetje met ziel onder zijn arm. Het was echt sneu. Hij wist gewoon niet wat hij moest. Dus ik vond het wel... Ja, bereid je erop voor. Het is toch wel even ingrijpender dan je denkt. Ja, toen eigenlijk wat minder leuk. Lucas zijn peuterastma sloeg door. Hij kreeg RS-virus op de opvang. Belandde in het ziekenhuis. Dus dat raakte even... Dat zorgde ervoor dat alles even op zijn kop ging. Woensdagavond werd hij toen naar het ziekenhuis gebracht. Natuurlijk met ons.
Daar moesten we een nacht blijven. En toen zijn we overgebracht naar een ander ziekenhuis, omdat er nergens plek was. Daar heb ik ook nog een nacht geslapen, dus donderdag op vrijdag. Wij zijn vrijdagmiddag thuisgekomen. En Misha die moest werken, mijn man. En we hebben ervoor gekozen dat hij dan dus naar huis ging. Lijkt me logisch. Ik was vrij op vrijdag. Dus ik ben in het ziekenhuis gebleven. Daarnaast is hij keihard met zijn vader aan de slag gegaan om die PVC-vloer te leggen. Ik kreeg hier en daar wat foto's en wat filmpjes. Ik was daar zelf niet bij. Maar ik zal even invoegen wat ik die dagen gehad heb van hem. Het is inmiddels zondag en de vloer is gelegd. Hij is nu beneden in ieder geval af. We moeten nog wel wat printjes doen, maar ik ga het jullie wel even laten zien. De kamer ziet er al echt compleet anders uit. Echt heel grappig. Het is echt een stuk lichter. Dit is de vloer. We zijn nu in de gang, dus hier is het altijd wat donkerder. Nou ja, zoals ik zei, de plinten komen er nog. Er komen van die hoge, witte, strakke plinten op. En dit is de huiskamer. Echt een super groot verschil vind ik het. Ik vind het echt leuk. Elke keer als ik beneden kom denk ik weer van, oh ja, de vloer. Op een of andere manier lijkt het ook ruimer of iets. Ik denk door het licht. Maar het lijkt echt alsof het breder en ruimer is. Ik heb die muur natuurlijk nog witter gemaakt dan dat die was. Dus dat ziet er ook allemaal weer super mooi uit. Ik vind de tafel heel leuk erbij qua kleur. We hebben wel expres een warme vleug in het laminaat gekozen. Oh, je sok is uit. Ach jeetje, noodgeval jongens. Noodgeval. Nee, kom hier. Hou me vast. En nog beter vasthouden. Zo, vast u. Oké, waar waren we? We hebben expres warm en koel gedaan in de vloer. Omdat we ook natuurlijk deze tafels hebben van het mangohout. Die zijn natuurlijk een stuk warmer. Dus dat moet je niet op een hele grijze vloer neerzetten, denk ik. Dus vandaar dat we het zo hebben. En ja, we hebben overal natuurlijk allerlei verschillende kleuren hout. Dus ik denk dat het wel mooi past bij alles. Daar staat de kist met de Duplo van Lucas. Ooit willen we de bank anders. Ik wil heel graag een U-vormige bank. Dan wil ik de stoelen weg. Ik vind dat heel erg groot in de kamer. Ik weet niet. Het staat zo middenin. Vooral als je aankomt lopen zo. Dan vind ik het gewoon echt niet leuk dat je tegen zo'n enorm blok aanloopt. Maar goed, voor nu zijn ze wel heel handig. We hebben namelijk een hele lage bank. En deze stoelen zijn wat hoger. Dus dat is wel heel handig voor mensen die bijvoorbeeld rugpijn hebben. Nou, voor Luc hebben we hier een mooi hoekje gemaakt. En hij heeft veel meer ruimte nu de verwarming weg is. Ik had niet verwacht dat het zoveel scheelt, maar dat doet het wel. En die kan ook hier achter hebben een kast met allemaal speelgoed. En hij heeft hier zijn dino staan, zijn speelkleed. Hier heeft hij nog spulletjes in. En ik vind het wel heel erg fijn dat als je aankomt lopen, kijk, dat je al het speelgoed eigenlijk niet ziet. Dus ook als we tv kijken is het gewoon een heerlijke rustige kamer. Nou, zo zie je, die vloer werd razendsnel gelegd. Dus toen we vrijdag thuis kwamen, kon Lucas lekker op de bank gaan zitten. De vertrouwde spulletjes om hem heen. Lekker een tekenfilmpje kijken. Dus daar was ik heel erg blij mee. Dat hebben ze echt in een razend tempo voor elkaar gekregen. De plinten moeten nog wel gedaan worden. Maar dat gaan we later doen. Dit was even het allerbelangrijkste. Die vloerverwarming mag nog niet aan. Die moet iets van 4 tot 6 weken uitblijven nog. Dus wij hebben ervoor gekozen om even een elektrisch kacheltje te lenen van mijn moeder. Zodat we wel wat warmte konden maken. Maar op zich op een zonnige dag met de zon op de muur, op de ramen, wordt het al vrij snel warm. Dus dat is in ieder geval
Ja, wel oké. Dat is prima. Nou, wij wilden ook een nieuwe koelkast. Die hebben wij besteld en die kwam binnen. Helaas was dat niet helemaal goed gegaan. Nou, voor deze kant op. Hier staat de nieuwe koelkast die al binnen is. Het is een beetje moeilijk te laten zien, maar hij is wel zwart. Kijk, want dit is een beetje grijs. Hij is wel zwart, maar dan niet helemaal mat. Dit is een Samsung. Helaas zit er een deuk in. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hier zit een deuk. En die loopt ook echt door over de rest van de deur. Oh ja, kijk, zo zie je hem. Dus hier is een flinke deuk. Die wordt morgen vervangen. Dus dan krijgen we een nieuwe. Wel heel tof, want je kan koud water kun je kiezen. Je kan kiezen voor ijsblokjes en crushed ijs. En dit is het vriesgedeelte hier aan deze kant. En deze kant is het koelgedeelte. En wat wel heel erg tof is, is dat je ervoor kunt kiezen om het vriesgedeelte ook te laten koelen. Dus als je een verjaardag hebt, kun je ook taarten en extra drinken kwijt en zo. Dus dat is wel heel erg tof. Ik vind hem heel erg mooi. Maar goed, morgen dus een nieuwe via Coolblue. Deze even weer dicht. Nou ja, en dit wordt dan dus een U-vormige keuken. Dus er komt hier komen kastjes met een blad. En dan zo en zo. En hier komt ook wel weer een hoger stuk. Maar ja, nu staan hier natuurlijk koelkast en vriezer. En dat hebben we dan natuurlijk niet meer. Dus ja, ik ben super benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik kan eindelijk die doek weg van de lekkende vaatwasser. En ja, als het goed is kunnen deze plankjes precies zo blijven. De koelkast gaat zelfs nog een stukje die kant op. Want die komt als het goed is voor het stopcontact uit. Dus nou ja, we gaan zien hoe het er allemaal uit komt te zien. Maar ik vind het nu al echt een wereld van verschil. De poef waar Lucas op zit trouwens, die heb ik gratis aangeboden. Dus die wordt nog opgehaald. Dus dat ding gaat weg. Die hoorde bij de bank. Maar nee, is een beetje veel. We hebben niet nodig. En dit hoekje moeten we nog even verder kijken hoe we dat doen. Want hier was natuurlijk ook een verwarming die weg is. Nu staan nog even wat oude boksen. Maar Misha weet nog niet zeker of hij die terug wil plaatsen. En dan is dit ook lekker wat rustiger. Ik wilde de gordijnen vervangen voor zwarte gordijnen. Maar ik twijfel een beetje. Want we hebben natuurlijk best wel gewoon ook veel hout in huis. En ook zo dat plankje en zo. Dan denk ik, dan is het helemaal niet zo gek. Net als de kozijnen, die zijn ook bruin. En ik wilde alles zwart maken. Maar misschien wordt het erg hard. Gezien ook de keuken helemaal zwart wordt. Dus ik denk dat ik dat ga bepalen op het moment dat alles af is. Kijk, we hebben nu natuurlijk ook nog die bruine stoelen en zo, weet je. Dus misschien als we ooit gaan voor een bank, dat we dan zeggen, dan passen we alles aan. Maar dat moeten we maar even nog bekijken. Het hoeft natuurlijk ook niet helemaal Pinterest-achtig. We hebben geen geld om het hele huis leeg te trekken en overnieuw te beginnen. Maar goed, het is wel al een wereld van verschil zo. Ja, er zat een flinke deuk in en Coolblue ging dat aanpassen. Ze gingen een nieuwe opsturen. De mannen kwamen met een nieuwe koelkast en het is echt een gedoe om in en uit je huis te krijgen. Een gigantische doos als je zult begrijpen. Ontzettend zwaar, niet handzaam. En ik zei ze ook van alsjeblieft let op, mijn vloer ligt er pas een paar dagen in. Ik word gek als jullie een kras maken. Dus alsjeblieft schuif dat ding niet, maar til hem of zet hem op een kleed, iets. Maar hou mijn vloer heel. Nou ja, eindelijk hadden ze hem. Ze hadden hem op de plek uitgepakt. Verkeerde koelkast. Eerst gaf hij nog aan van ja, ik moet toch weer de service bellen. En helaas, het spijt me, er is wat misgegaan. Ze hebben de verkeerde geselecteerd. Ik baalde wel, want je moet natuurlijk iedere keer weer thuis blijven. Ik zei ook tegen hun, ik begrijp dat jullie er niks aan kunnen doen. Jullie zijn maar bezorgers, maar het rot is het wel. Maar goed, toen kwam de andere bezorger binnen. Ze waren met z'n tweeën. En hij zegt, ze stonden in de verkeerde volgorde in de vrachtwagen. Hij zei, we hebben 7 stops, dat klopt. We hebben ook 7 pakketten. En de juiste koelkast staat er nog in. Dus ik had zoiets van, yes, gelukkig. Dus, nou ja, ik heb een paar kleine beeldjes gemaakt tussen het werk door. Dat de mannen net even weg waren. Maar goed, de verkeerde koelkast is uiteindelijk vervangen. En dat is goed gekomen. Ik zal even laten zien wat ik gefilmd heb die dag. Nou, de koelkast is net binnen. Hebben ze de verkeerde uitgepakt. Eerst leek het even helemaal fout te zijn, maar de andere staat in de bus, dus we gaan weer wachten. Dit is een Edna en wij hebben een Samsung. Deze heeft geen ijsblokjes dispenser. En hij is sowieso een heel andere kleur. Dus oh, gaan we weer. En nu staat hij er wel, de nieuwe koelkast. En volgens mij
Is die nu helemaal goed qua deuken? Of eigenlijk zonder deuken? Hij staat er, eindelijk. Oh, wat hebben ze een extra werk gehad, zeg. Door die verkeerde koelkast eerst helemaal uit te pakken en door die gang te verplaatsen naar hier. Vervolgens weer in de wagen, deze eruit halen, deze uitpakken, deze verplaatsen. Jeetje mine. Ik ben blij dat ik hun werk niet heb. Nou, zoals je ziet, ziet het huis er al compleet anders uit. Ik vind het heel fijn dat ik die muur even goed wit heb kunnen krijgen nog. We hebben dat structuur dan aangebracht en alles. En die vloer van donker naar heel licht. Het lijkt ook net hout. Ik vind het heel mooi, dat PVC. Dus we zijn heel blij dat dat allemaal gelukt is. We gaan dus nog de plinten doen. En er zit wat in mijn oog. Sorry hoor, het lijkt net alsof ik een of ander raar trekje heb, maar... ik voel een dingetje in mijn oog. Maar goed. We gaan dus nog de plinten doen. De keuken wordt nog gedaan en alles. De keuken is inmiddels binnen. Staat allemaal in pakketten in de huiskamer. Volgens mij heb ik het gefilmd, denk ik. Ik plaats een beeldje hier of er komt een ander beeldje. Want ik weet even niet meer of ik het wel of niet heb vastgelegd. Maar goed, we gaan dus binnenkort beginnen met die keuken helemaal in elkaar zetten. Ik ga deze video gewoon een beetje opdelen. Ik denk dat ik het nu voor vandaag hierbij laat. Dan hebben we al genoeg gezien. En dan kom ik snel weer terug bij jullie als we de keuken gaan plaatsen. Want ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Ik ga niet een aparte plintenvideo maken. Dus het plaatsen van de plinten en dat soort dingen, die zien jullie ook in de video over de keuken. Dus ja, ik zie jullie bij een volgende aflevering. Ik hoop heel snel, want dan betekent dat we een nieuwe keuken hebben staan. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te volgen. Mochten jullie nou zelfs tips of tricks willen delen, plaats het vooral hieronder. Want misschien lezen er wel mensen mee die ook gaan verbouwen en die ook handige tips nodig hebben. Tips. Ik heb nog één heel belangrijke tip. Zet beneden aan de trap slippers neer. Wij liepen natuurlijk af en toe in en uit de huiskamer bijvoorbeeld, voordat het afgesmeerd was. En dat is één stoffige bende. Wij hadden dus slippers staan, die konden we aandoen als we het bouwgedeelte ingingen, zeg maar. En zodra je dan het bouwgedeelte uitkomt en je komt er op je normale vloer, gaan die slippers uit en kan je door naar boven lopen of naar weet ik veel waar. Zorg ervoor dat alles schoon bleef. Super handige tip. Oké, beetje rare outro voor deze video, maar in ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik vind het super leuk als je wilt abonneren en ik zie jullie bij een volgende verbouwingsvideo en sowieso bij... een andere kapselvideo. Bedankt voor het kijken. Doei!